Zo, nou, welkom bij Havenpraat. Naast mij heb ik Jitse Jager. En Jitse Jager, ik heb gehoord, jij hebt jeuk. Kan je daar wat over vertellen? Ja, ik heb eigenlijk echt heel veel jeuk. Ik weet niet waarom, maar ik wil gewoon heel graag meedoen met de strontrace. En dat jeukt overal. Meedoen met de strontrace? Waarom denk jij dat je mee wil doen met de strontrace dan? Nou, omdat mijn vader het zelf doet. Omdat ik vaak leuke verhalen en ik vind het leuk om te zeilen en dan ook nog met kracht erbij. Met kracht te smijten. Precies. Ja. Nou, interessant, maar eigenlijk heb je geen idee. Nee. Nee. Dus ja, wat is je plan? Mijn plan is om aan mensen te vragen, spieren te kweken. Zijn er nog meer mensen aan wie jij vragen zou kunnen stellen? Ik denk aan mensen die het al vaker hebben gedaan, de strontrace. Mm-hmm. Die dit jaar mee gaan doen. En ook misschien aan die mensen die de eerste keer hebben gedaan. Waarom zij nou eraan willen beginnen? Want het is eigenlijk een beetje een lijpe tocht, toch? Ja. We gaan eens een rondje doen door de haven. En we gaan maar kijken of we antwoord kunnen vinden op al jouw vragen. En of jouw kriebel dus... Nou, blijft kriebelen op dat je zegt, jullie zijn knettergek, dan ga ik naar de bloem. Ja. Zo gaan? Ja. Nog één vraag. Waarom praat je in bedrijf? Eigenlijk geen idee. Goed. Je eerste strontrace antwoord zelf, hartstikke goed. Hallo, ik ben Jitse, ik ben 11 jaar oud en ik heb heel veel jeuk van de strontrace. Oh jee. En ik weet niet zo goed waarom, ik denk gewoon dat ik heel goed mee wil doen met de strontrace. Wat maakt jou voor de strontrace? Wat maakt mij voor de strontrace? Nou, dit is mijn eerste keer dat ik mee ga doen. En ik ben gevraagd of ik mee wil doen. Ik zeil op een ander scootsje in de Eskes op Woudzand. En nu gevraagd om op een verwisseling mee te zeilen. Dus vandaar. En hoe vind je het om een keer mee te doen? Nou, ik heb er heel veel zin in. Ik denk dat het ook wel een beetje spannend is nog. Maar ik heb er heel veel zin in. Dat lijkt me heel erg leuk. En denk jij dat je nog een geheim hebt waar je het goed mee kan doen? Een geheim? Nou, ik denk dat... ik hoop dat ik een beetje tegen weinig slaap kan. En voor de rest doorzetten. En doorgaan, denk ik. Dat heel belangrijk is. Hey. Heb je misschien nog een tip voor mij? Een tip voor jou? Ja, de tip die ik heb meegekregen is goed luisteren. Dus wat anderen zeggen, goed luisteren wat ik hier aan boord moet doen. Want ja, het is voor mij natuurlijk ook de eerste keer. Nog één vraagje. Waarom praat je eigenlijk in de druif? Waarom praat ik in de druif? Omdat je die voor me hebt, hé. Hey. Oké, dat was dan het einde. Dankjewel. Wat is er, Jitse? Ik ben Jitse, jouw zoon. Hoi zoon. Ik ben 11 jaar. Ik heb heel veel kriebel op de strontrace. Hoe ben jij eigenlijk op de strontrace gekomen? Oeh, goede vraag. Hoe ben ik er gekomen? Ik ging op een gegeven moment op scootsje zeilen. Dat was in 2003. En toen voer ik op scootsje de Weduwe van de ATV Rooi. En die zei, heb je wat te doen in oktober? Nee, niet dat ik weet. Ga je weer strontracen? Ja, wel leuk. Maar toen wist ik niet wat de strontrace was. Wat was het gevoel toen je voor de eerste keer de strontrace deed? Nou, dat was al een beetje maf, want toen had ik geen idee. Dus toen was ik eigenlijk best wel ontspannen. Ja, ik was al een beetje zenuwachtig, maar verder best wel ontspannen. Ik denk dat ik daarna zenuwachtiger geworden ben, want toen wist ik wat het was. En heb je nog misschien een tip voor mij? Een tip voor jou? Nou, ik denk dat je goed bezig bent. Gewoon zo fanatiek en ik heb jou bezig gezien met het opbouwen van die boot. Want dat is ook belangrijk, hè? Dat je gewoon de energie hebt en de tijd hebt om zo'n boot helemaal om te bouwen. Nou, daar was je bij en ik denk het wel. Wat is jouw geheim voor de strontrace? Altijd doorgaan. Je mag wel even balen, maar ja, je moet toch door. Dus dat is het allerbelangrijkste. Altijd door blijven gaan en proberen dat het positief blijft. Wat vind je nou het leukste? Goeie vraag, Jet. Goeie vraag. Wat vind je het leukste strontrace? Het avontuur. Het is zo intens dat je het zeilen en de mensen en met z'n allen dat moeten doen. Dus het is zowel
sociaal, dus met elkaar is het super uitdagend en dan ook nog fysiek super uitdagend. Ik heb nog een vraag. Waarom praat je eigenlijk in de trein? Ja, goede vraag. Omdat het... Maar, ja. Dat was een gesprek met mijn papi. Tata! Tata! Hoe heet u echt? Pieter Jelles, Julker. En op welke boot vaar je? Op een sterke jerken. Ik ben Jitse. Ik ben 11 jaar oud en ik heb de strandrace kriebels. Ben jij op de strandrace gekomen? Nou, ik was hier met mijn ouders te kijken hoe kennissen van ons gingen strandracen. En ik was een jaartje ouder dan jou, 12. En dat was met Aad van Venrooy. En die zei, ik mag nog een halve kracht mee hebben. Ga je mee? Dus zo ben ik hier beland. Hoe vond je het de eerste keer dat je meeging? Ja, toen was ik nog vrij jong, net als jou. Dus ik heb veel geslapen. Maar in Amsterdam konden we sturen en dan konden we ons beentje bijdragen, een steentje. En dat was natuurlijk een heel mooi avontuur. Ja. En heb je nog misschien een tip voor mij? Vooral hier blijven rondlopen en iedereen vragen. Wat is jouw geheim? Wat is ons geheim? Nou, we hebben eigenlijk niet zoveel geheimen. Nee hoor. Gewoon lekker ervan genieten, ervoor gaan. En er een mooie week van maken. Oké, en nog een vraag. Waarom praat je eigenlijk in de druif? Ja, omdat jij me de vragen stelt, hè, in de druif. Oké, nou, dank u wel. Hallo, ik ben Jitse, ik ben 11 jaar oud. En hoe heet jou? Hoe heet jij? Mijn naam is Harm, Harm Vlas. En ik ben 20 jaar oud. En op welke boot vaar jij? De Eenvoud. Strandrace team, de Eenvoud. En hoe vaak heb je al meegedaan? Dit is mijn tweede keer. Heb jij misschien nog een geheim? Een geheim is een goed kussen. Kussen? Ja, om op te slapen. Want dat is heel fijn als je een beetje kan slapen. Maar ik ben hem zelf vergeten, dus ik slaap nu op een dikke volle trui. Maar ik heb heel erg de strandrace kriebels. Dus ik wil heel veel weten over de strandrace en ik wil zelf ook meedoen. Hoe was jouw eerste keer toen je meeging? Ja, dat was... vond ik behoorlijk spannend. Ik wist natuurlijk, mijn vader is al een paar keer mee geweest op een sterke hekken. Dat is Vongerenvlas. Dus ik ben hier elk jaar al wel geweest. Elke keer ze eruit trekken. En toen vorig jaar werd ik gebeld dat ik voor de eerste keer mee moest. En dat was wel heel leuk. En ik zit ook bij een superleuk team, bij Klaas-Jan. En dan moet je dus de hele tijd klussen. En vooral dat klussen van tevoren. Maar je weet nog helemaal niet wat er gaat komen. Dus dat ben je dit aan het maken en dat aan het maken. Dan denk je, ja, waarvoor gaan we dit nou gebruiken? En dat was wel heel bijzonder dat ik mee moest. En wat vind je van de strandrace? Vind je het leuk en wat vind je van de grote familie die samenkomt. Dat je leuke verhalen kan vertellen en dat we met z'n allen dezelfde race doen. En als je terugkomt, dan ben je eigenlijk gewoon winnaar. En dat vind ik gewoon een leuke hobby. En hoe heet je eigenlijk? Ik ben Johannes Hopma. En op welke boot vaar je? Ik vaar op het scootje De Dankbaarheid. En dat is een van de weinige scootjes die nog bijna helemaal origineel is. Ik ben Jitse. Ik ben 11 jaar oud. En ik heb heel veel kriebels naar de strandrace. Ja. Wat is jouw geheim met de strandrace? Mijn geheim is eigenlijk dat we proberen geen fouten te maken. We hebben een schip die niet heel snel is. Maar we zijn best wel handig met bomen en jagen. En doordat we heel veel ervaring hebben en zorgen dat het schip heel goed uitgerust is, gaat er bij ons eigenlijk nooit iets fout. We hebben een hele goede bemanning die dus heel ervaren is. Waardoor je dus ook iedereen weet precies wat hij moet doen. En we hebben onderweg ook heel veel lol en heel veel plezier. Want we vinden het gewoon heel leuk om te doen. Dat is ons geheim. En hoe oud was je toen? Toen ik de eerste visserijdagen heb meegedaan, toen was ik 20. En nu is het 50 jaar later, dus ik ben nu 70. En je hebt elk jaar nog weer meegedaan? Nee, niet elk jaar, maar wel heel vaak. Davies, mijn oudste zoon, die was 15 toen hij voor het eerst mee was. En Sjoerd, mijn tweede zoon, die was ook 15 toen hij voor het eerst mee was. Dus over een paar jaar zou jij ook best mee kunnen met de strandrace. En
Wat vind je van de strand? Vind je het leuk? Ja, ik vind het de mooiste. Ja, wij zien het niet als een wedstrijd, maar het is voor ons een prestatietocht. En het leuke daarvan is dat je dus met een team onder moeilijke omstandigheden toch het echte varen ondervindt en leert en bijhoudt. Het is het echte oude schippersvak wat je dus uitoefent in deze week. Waarom praat je eigenlijk in een druif? Waarom praat ik in een druif? Omdat de druif die zit op het eind van een vaarboom, of aan de bovenkant van een vaarboom. Dus die druif die heb je dus, gebruik je heel vaak tijdens de strandrace. Het is volgens mij is dat het onderdeel wat het meest vastgehouden wordt tijdens de strandrace. Dus ik praat er met liefde in. Oké, dankjewel. Zo Jitse, je hebt al een aardig rondje gedaan door de haven. Wat ben je allemaal te weten gekomen? Ik ben te weten gekomen hoe vaak mensen hebben meegedaan. Ja? En deden mensen wel vaak mee? Nou, oudere mensen wel en andere mensen wat minder, maar toch vaak wel. Toch vaak. Dus eigenlijk zeggen ze dan, hè, op het moment dat je dan één keer hebt meegedaan, dan wil je vaker. Ja, dat zeggen ze, ja. Dat is een interessant gegeven. Dus eigenlijk moet je gewoon een keer meedoen, dan weet je of de kriebel blijft. Bij mezelf weet ik dat de kriebel best een tijdje blijft. Wat ben je nog meer te weten gekomen? Ik heb veel geheimen gehoord. Wat was het grootste geheim? Ik denk gewoon doorgaan. Van, ja, sommigen hadden geen geheim, maar ze zeiden vaak van gewoon ons geheim is doorgaan. Eentje zei gewoon... En waarom doen mensen eigenlijk het liefste mee? Is dat om te winnen of was het iets anders? Nee, om gewoon er te zijn. Ze vinden het al prachtig als ze over de finishlijn komen. Ze willen gewoon midden voor de pret. Eigenlijk het avontuur? Ja, met het team. Met het team, met elkaar, met de hele vloot? Ja. Oké. Okay. Ja. Is er nog meer wat je te weten bent gekomen waarvan je zegt, nou, dat moet ik echt nog even noemen? Vaak dat je... Want de hoeveelste editie is het dit jaar? 50ste. De 50ste editie. We doen al 50 jaar strandrace met elkaar. Ja, ben je nog iets te weten gekomen over een minimumleeftijd of wanneer jij mee mag doen? Sommigen gingen op hun 12e al meedoen. Hoe was de jongste? Voor mij ook, mijn 12. 12. Dus dan moet je dan nog lang wachten? Een jaartje. Lekker man. Ga ik mee, hè? Ja. En met welk team ga je dan mee? Verwisseling. Ja, verwisseling? Ja, moet je even over nadenken. Ja. Heel goed. Nou, het lijkt mij apengezellig. Flets het lekker in zijn druif? Ja, eigenlijk wel. Ja, hè? Moeten we het vaker doen? Beter dan de microfoon. Heel goed. Dankjewel, Jit. Dikke man. Ja, dankjewel.